Welkom bij een nieuw filmpje van Waypoint. Dit filmpje gaan we wat meer laten zien van de nieuwe TomTom Raider 550. Uiteraard gaan we hem even naast de 450 leggen om het snelheidsverschil te laten zien. En we behandelen de andere nieuwe dingen zoals de wifi-verbinding, de koppeling met je telefoon, waarmee je Siri of Google Now kunt bedienen. En we gaan er wat verder in detail op in. Ja, oké. Okay. Nu gaan we het eerst wat laten zien van die quad-core processor. Is dat nou echt zoveel sneller zoals het klinkt? Ja, op het algemeen zijn de mensen met de Ryzen 450 vaak prima tevreden, maar het mag natuurlijk altijd een tikje sneller. Die quad-core processor doet op bepaalde vlakken zijn werk. Met name dit gebruik, dus even in- en uitzoomen, de kaart verschuiven. Gaat allemaal eigenlijk net wat vloeiender, eigenlijk zoals je dat ook gewend bent op je telefoon. Je ziet dat de 450 er even net wat meer werk voor nodig heeft om de kaart op te bouwen en eventjes zijn scherm compleet te maken. Nou ja, dat zijn natuurlijk wel wat prettige dingen. Op zich, tijdens het rijden heb je hier natuurlijk niet zoveel mee te maken. Tijdens het rijden merk je niet zo heel veel van die snelheid. Ja, het verschil aan snelheid ga je natuurlijk ook merken in zijn rekenwerk. Dus op het moment dat je een route gaat starten of hij moet de route berekenen, ja, dan heeft de TomTom altijd wat tijd nodig om je daar naartoe te brengen. Nou, we hebben in beide toestellen even een route geladen dwars door de Ardennen. Die gaan we allebei starten. En daar gaan ze nu mee aan de slag. Zoals al verteld, onderaan is de Ryder 550. Nou, die heeft het rondje hier in beeld. En hier hebben we de Ryder 450. Die is daar nog even mee bezig. Even wachten tot ze beide klaar zijn. En als we nu gaan zeggen, rijden maar. Dan gaat hij nu eerst nog even de track doorrekenen. En vervolgens gaat hij vanaf waar we zitten de route naar de track toe bedenken. Beide staan nu ingesteld op snelste route om je daar te brengen. Nou, de 550 is zoals je ziet klaar. En de 450 is nog even aan het rekenen. Je komt op je bestemming aan om 0:11. Nou, je ziet ook alle verkeersinformatie die beschikbaar is bij dit toestel. Hij is verbonden aan ons wifi-netwerk, dus ja, ik kan gelijk alle informatie binnenhalen of aan mijn telefoon. Maar we zijn nog even in afwachting van de 450. En die komt nu ook met de route. Zo te zien, een vergelijkbare route. Nou, hier zit dus een stukje snelheidswinst in. In het menu zelf er doorheen lopen, ja. Je ziet dat, ja, dit is allemaal redelijk vergelijkbaar. Het lijkt iets vloeiender te werken op de 550, maar het belangrijkste verschil zit hem in de rekencapaciteit en het spelen en het werken met het scherm. Dat zijn dus, dat is echt een verbetering qua hardware. Er zijn natuurlijk nog een aantal andere dingen die de 550 meer heeft. Daar gaan we nu even wat verder op in. Een aantal andere dingen die nieuw heeft, is onder andere de wifi-verbinding. Ja, je koppelt erbij je netwerk en hij kan zijn updates binnenhalen. Zowel de kaartupdates als firmware-updates. Nou, hij is nu net bijgewerkt. De kaartupdate die begin deze week is uitgekomen, is ook via wifi ingeladen. Gaat eigenlijk vrij snel. Ander voordeel is van de wifi-verbinding, op het moment dat je hem gewoon thuis hebt liggen en hij staat aan en je bent op de computer je routes aan het maken. Je slaat de route op in je TomTom MyDrive account, wordt je ook gelijk gesynchroniseerd met je TomTom rijden. Dus ja, dat is ook een hele leuke manier. Daarnaast hebben we niet meer, zoals eigenlijk bij de 410 het geval was, en de 450 ook, een hele lange lijst met routes. TomTom heeft er vooraf in de 410 en de 450 zo'n 100 tot 150 routes voor geïnstalleerd. Alleen dat is vaak best een hele lange lijst waar je doorheen moet. Zeker als je nieuwe routes hebt geladen die niet gelijk bovenaan staan. De Ryder 550 is ook voorzien van die routes, alleen die heb je niet gelijk in je toestel zitten, maar die zijn online beschikbaar via je nieuwe roadtrips platform. Daar kan je de route nog iets meer bekijken, lezen, het verhaal erbij, foto's zien en ja, de routes die je leuk vindt, die zet je in je toestel. Kan uiteraard ook via je telefoon, zodat dat je het ook onderweg nog kunt gaan doen.
Wat ook iets anders gaat, is de koppeling met je telefoon. Bij de voorgaande rijders was het nodig om je Bluetooth tethering aan te zetten of je Bluetooth hotspot op je telefoon. En dan kon die internetverbinding gebruikt worden door de TomTom voor het synchroniseren. Tegenwoordig gaat het eigenlijk allemaal via de nieuwe MyDrive app. Ja, het voordeel is dat die, je hoeft niet steeds eraan te denken die teteringstand aan te zetten, want die wilde nog wel eens uitschakelen als die in tijd niet gebruikt was. Ook het koppelen van je telefoon gaat vrij simpel. Dat kan eigenlijk gewoon. Door een QR-code te scannen. En we hebben verbinding. Je kan dus ervoor kiezen om een bestemming ook op je telefoon op te zoeken. En die te verzenden naar je TomTom. Je hebt een nieuwe bestemming ontvangen. Nou, de TomTom heeft de bestemming ontvangen, heeft de route gelijk berekend en je kan gaan navigeren. Voor het gebruik van een Bluetooth headset is het van belang dat je een headset kiest die twee verbindingen aan kan. De ene verbinding gaat rechtstreeks met de TomTom Rider 550 voor de gesproken aanwijzingen. De andere verbinding gaat rechtstreeks met je telefoon, zodat je kunt bellen en eventueel muziek kunt luisteren. De TomTom meldt dit ook bij het koppelen van je headset. En wil je alleen je navigatieaanwijzing horen, dan is dit dus geen vereiste. Ben je van plan om gelijktijdig met je TomTom Rider een Bluetooth headset aan te schaffen, dan is het dus van belang dat je je goed laat voorlichten. Your headset is paired. We hebben nu dus alles verbonden. Zowel de headset als de telefoon. Headset dus ook aan de telefoon gekoppeld. Ja, nu kan je dus ook gebruik maken van Siri of Google Now. In dit geval gaat het om een Android telefoon, dus hebben we het over Google Now. Dat betekent dat je dus, in dit geval hebben we dus die Sena 30K, dat we in de microfoon opdrachten kunnen geven aan de telefoon. Ja, dan kan je dus ook bijvoorbeeld muziek laten afspelen. Nou is de vraag, ja, kan de TomTom muziek afspelen? Nee, dat doet de TomTom niet. Maar je kan, ja, door hier op een knopje te drukken, kan je telefoon het commando geven om muziek af te spelen, die dan rechtstreeks aan de headset is gekoppeld. Speel muziek af. Nou, in dit geval wordt de muziekspeler gestart. En ik kan dus ook op de motor een muziekje beginnen. Andere dingen die je kunt doen zijn WhatsApp berichten sturen. Stuur WhatsApp aan Suzanne Schut. Ik zit op de motor, ik ben onderweg. Verzenden. Kijk, in zoverre zijn er dus niet echt dingen die de TomTom doet, maar je doet het allemaal op je telefoon. De vraag is natuurlijk in hoeverre dat allemaal wenselijk is op de motor. Maar ja, er zijn mensen die het interessant kunnen vinden. Voordeltje is wel, op het moment dat je berichten terugkrijgt, dat je dat dus te zien krijgt op je TomTom. En op dat moment kan je tegen de TomTom zeggen, nou lees het maar voor. Hoe laat ben je ongeveer thuis? En als je wil, kan je dus een antwoord terug gaan sturen. Nou, zo hebben Siri en Google Now natuurlijk allerlei functies. Je kan het weerbericht opvragen, je kan informatie vragen, noem maar op. Nou ja, dat zijn allemaal dingen. Dat is voor iedereen persoonlijk natuurlijk of je dat wel of niet nuttig vindt. Nou, we hopen je een beetje een beeld te hebben gegeven van de nieuwe mogelijkheden van de nieuwe Rider 550. Ik denk dat voor veel mensen de snelheid een van de interessantste punten is. Er zal een groep gebruikers zeggen, nou, dat Siri, Google Now spreekt me aan, bericht ontvangen vind ik leuk. Maar dat kan natuurlijk ook zijn dat een grote groep motorrijders zegt van ja, die motor, heb ik even rust? Heb ik even geen behoefte aan al die berichten en informatie? Nou, functie kan je natuurlijk gewoon uitschakelen of hoef je niet te gebruiken. Maar het zit er eventueel wel op. Wifi-verbinding is natuurlijk een leuke extra. Maar zoals ik al zei, de snelheid zal voor veel mensen de belangrijkste reden zijn. Bedankt voor het kijken.